Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Danske. En vandaag hebben jullie weer wat Call of the Ghost gameplay. En vandaag is wat Search and Rescue gameplay op de map Prison Break. En op zich is dit een vrij leuke gameplay. En dat komt om verschillende redenen. De eerste reden is dat ik 26 kills had in Search and Rescue. En geloof me, in Search and Rescue is 26 kills pittig veel. Dus dat was ten eerste al heel leuk. En daarnaast had ik hele leuke enemies. En daar kom ik zo meteen nog wel op terug. Jullie hebben waarschijnlijk ook al de titel gelezen. Maar ik kom er zo meteen sowieso nog op terug. Maar over deze game mode, dit is Search and Rescue. En in het begin wou iedereen eigenlijk Search and Destroy terug hebben. En persoonlijk ik ook. Ik wou gewoon graag Search and Destroy. Dit was net iets anders en daar zijn we niet gewend. Dus we willen gewoon weer het oude terug. Daar kwam het eigenlijk op neer. En sinds afgelopen vrijdag is Search and Destroy teruggekomen. En ik weet niet wat het is, maar ik vind Search and Rescue nou eigenlijk vele malen leuker. En ik blijf nou gewoon Search and Rescue spelen. En de reden daarvan is waarschijnlijk omdat mensen gerevived kunnen worden. En daardoor kun je ook vele malen meer kills maken. En hoe meer kills, hoe meer ja, plezier als het ware natuurlijk. En dat is het eerste. Ten tweede zullen mensen waarschijnlijk iets minder campy spelen. Omdat natuurlijk de mogelijkheid is dat je revived wordt. Dus je houdt altijd in je achterhoofd van, ik kan nou op afrennen. Ga ik dood, dan is het niet gelijk zo erg. Want er is een mogelijkheid dat je nog terug in de game komt. En dat is denk ik het tweede. En het derde is gewoon dat ik heel veel punten hiervan krijg. En volgens mij scheelt het niet heel veel met gewoon een Search and Destroy. Want volgens mij krijg je bij Search and Destroy 500 kills per potje. Terwijl je hier ook nog met die revives werkt. Omdat je hier gewoon veel meer kills hebt, krijg je volgens mij in totaal wel meer punten. En ik krijg volgens mij inmiddels wel ongeveer 15 kills per Search and Rescue match. En op zich is het wel een beetje kloten, want je kunt bij je stats kun je zien hoeveel kills jij gemiddeld per match maakt. En die van mij staat nog maar op 17, omdat ik gewoon enorm veel van deze game mode speel. Dus dat ziet er een beetje noob uit, maar dat komt eigenlijk vooral door deze game mode. Maar in ieder geval, de game mode is wel leuk. Ik speel hem de laatste tijd enorm veel. Ik vind het gewoon een leuk game mode om te spelen. Bij de rest, het wapen wat ik gebruik, zal ik het ook nog even over hebben. Het is dus een AK-12 met een silencer en extended mag. Nou, silencer is sowieso wel altijd aan te raden bij Search and Rescue of Search and Destroy. Maar eigenlijk over het algemeen wel een heel Call of the Ghost. Want silencers spelen gewoon enorm lekker. En daarnaast, je bent gewoon niet te zien als minimap. En dat is gewoon heel belangrijk. Voor de rest had ik ook extended mags. En dat is niet echt nodig voor zo'n game mode natuurlijk. Want mensen kunnen niet constant gespawnd worden. Waardoor je niet heel veel ammo nodig hebt. Maar ik vind het altijd fijn om gewoon een groot magazijn te hebben. Gewoon de kans te hebben om gewoon complete groepen uit te moorden. Dat is fijn, omdat je ineens halverwege zonder ammo zit. Dat is echt enorm kloten. En ik heb het nou enorm veel met de Remington. Dus ik weet hoe kloten dat is. Want ik gebruik op het moment heel veel de Remington. En dan zonder extended mag, met Sans en Red Dot. En dat werkt niet echt, zeg maar. Het is een heel fijn wapen. Alleen, ik zit constant zonder ammo, want dat ding maar 24 kogels. Terwijl deze 45 heeft. Dus je ziet het verschil wel. Maar in ieder geval, verder rest mijn perks zijn ongeveer hetzelfde als mijn perk setup video. En ik weet niet of jullie die gezien hebben. Anders moet je die maar even kijken. Maar in ieder geval, dat zijn mijn ideale perks als het ware. Het enige verschil van deze video met die setup is dat ik bij die setup volgens mij, hoe heet dat ook weer? Fully loaded had. En dat zorgt ervoor dat je met volledig aantal ammo begint. En dat had ik niet nodig, want het is Search and Rescue. Dus ik had die gekozen voor Dead Silence. En dit is het moment waardoor iedereen begint te flippen. Want ik speelde dus tegen wat enemies. En er waren wat Nederlanders en die hadden mij herkend. En ik was de laatste die over was bij deze match. En het is Search and Rescue. Search and Destroy is al bij hetzelfde. In ieder geval, het ene team moet defenden, het andere team moet aanvallen. En als je moet defenden en je bent de laatste die over is, dan kun je het beste gewoon in de buurt gaan staan bij een bom. Want de enemies moeten planten, anders verliezen ze sowieso. Dus ik denk, nou, er was nog iets van 30 seconden op de klok. Ik ga eventjes bij de bom wachten. Ik ben de enige nog die over is. Ik had al heel veel mensen al uitgemoord. Dus ik deed eigenlijk al bijna alles solo. Dus ik denk, nou, oké, ik ga wel gewoon eventjes bij de bom wachten. Ik hoorde hem ook lopen. Dat is ook de reden waarom ik er even ging staan. En ik weet niet of je ze kunnen horen. Maar in ieder geval, ze stonden allemaal te schelden. Ik weet niet of je het goed kon horen, want ik edit er nog een klein beetje. Maar in ieder geval, ze stonden constant allemaal te schelden. Ik vond het echt enorm grappig, want zulke mensen, daar kan ik echt mee lachen. Nou, zie je trouwens ook dat het 4 tegen 6 is. En het leukste aan deze complete match is, dat als ik doodga in het begin van de ronde, dan verliezen we ook geit. En daarom is het moeilijk om te spelen. Het is 4 tegen 6 en uiteindelijk verliezen we ook. Dat is enorm jammer. Maar ik denk als ik niet gejoined was, dan was het sowieso 0-4 geworden. Want ja, je speelt 4 tegen 6. Dan heb je sowieso al 2 man minder natuurlijk. Daarnaast is het ook zo dat mijn teammates gewoon uber slecht zijn. Die zijn ook gewoon binnen 50 seconden zijn ze volgens mij ook allemaal gelijk dood. Dus dan moet ik alles solo gaan doen. En ik kluts ook een hoop rondes. Ik doe alles zelf. En dat ik uiteindelijk nog verlies, ja, dat maakt me eigenlijk niet meer uit. Want ik had ze zo hard geowned dat ik het gewoon echt grappig vind. En ik vond het gewoon zielig dat die mensen bijvoorbeeld zeggen dat ik aan het campen ben bij een game mode als Search and Rescue. Search and Rescue is een game mode
die speel je objective-based. En wat ik ermee bedoel is dat je slim moet spelen. En je weet bijvoorbeeld, nou, er zijn twee bommen, wij moeten verdedigen. Als ik nou ga naar hun span ga rennen, dan heb ik er niks aan, want zij moeten juist naar ons toe komen. En zo moet je denken, je moet gewoon slim spelen. En dat is eigenlijk helemaal de truc bij heel Call of Duty. En je moet gewoon slim spelen. En zeker als je een game mode hebt als deze. Ik bedoel, als ze deze kerel zei dat hij aan het campen was, zou ik zeggen, oké, die ligt ook echt in het gras te wachten. Maar ik sta gewoon een beetje op hotspots. Dus constant bij het midden sta ik achter die houten boomstam als het ware. Omdat ik weet dat heel veel mensen daardoor mijn teammates van achteren wil neerschieten. Dan lopen ze constant om. En dat is gewoon slim spelen. Als iedereen dezelfde kant op kan lopen, dan ben je gewoon fucking stom. Want dan word je waarschijnlijk toch altijd gebackread. En ja, je ziet, volgens mij gaat iedereen van mijn team nou dood. Of ja, iedereen van mijn team weer dood. Ik ben dood. En dat regelt ook gelijk dat we alles verliezen. En daarom is het gewoon extra leuk. Als ik één ronde overleef, dan moord ik iedereen van hun uit. En dan beginnen zij te huilen. Dus ik vind het in ieder geval een grappig game mode. Vooral omdat ik hun constant hoorde schelden. Het ergste is, op den duur pak ik mijn headset op. En dan ga ik gewoon een beetje met hem praten. Ik vond het gewoon grappig. Zij kost uitschelden, weet je wel. Ik kan er wel om lachen, zulke mensen. Want die mensen weten gewoon niet hoe stom ze eigenlijk zijn. En dat is het leukste van alles. Maar in ieder geval, ik had dus mijn headset opgezet. En het probleem is, als ik headset opzet, dan record hij hun stemmen niet meer. Want dan gaat hun stem via mijn headset. En dat record mijn PVR niet. Dus jullie kunnen ze daar ook niet meer horen. Jullie kunnen mij ook niet horen. Want dat is logisch natuurlijk. Want mijn stem record ik met een andere microfoon normaal gezien. Dus dat is wel een beetje jammer. Want in eerste instantie was deze match eigenlijk bedoeld als live commentary. Maar omdat zij op een duur begonnen met schelden, dacht, nou weet je wat. Ik pak mijn headset, ik ga gewoon even terugpraten. Want ik vond het echt grappige mensen. In ieder geval, ik had hem beloofd dat ik deze match voor hun zou uploaden. Zodat zij er nog iets van konden leren, omdat ze gewoon uber slecht waren. Dus dat is ook de reden waarom ik deze gameplay nou upload. Dus ja, ik vond het gewoon grappig. En jullie hebben net ook kunnen zien wie er allemaal stond te schelden en zo. Dus als je niks te doen hebt, zou zeggen, ga die mensen even spammen. Dat vinden ze best wel leuk, denk ik. Dan voelen ze zich waarschijnlijk ook famous. Dus, ze zaten ook allemaal te dreigen. Dat was ook wel grappig. Allemaal dreigen van, ja, we zullen jouw account hacken, bladibladibla, we komen naar jou toe. Weet je wel, echt allemaal een beetje van die bad boy talk, terwijl ze gewoon pussies zijn. Dus ik vond echt een enorm leuke match. Ik vind het enorm jammer dat ik hun stem niet heb kunnen recorden. Maar als het goed is op de PlayStation 4 kan het dadelijk wel. Dan kan ik volgens mij stem kan ik recorden met capture card. Maar je moet wel even een andere capture card kopen. Want PlayStation 4 die heeft geen componentkabel. En mijn PVR die werkt via componentkabel. Dus ik zal waarschijnlijk mijn HD PVR gaan verkopen. Dus mochten jullie geïnteresseerd zijn, dan kunnen jullie even een comment plaatsen of zo. Dan kan ik jullie even daarop op spreken of zo. Ik weet niet, maar we gaan even kijken hoe we dat gaan regelen. Want hij werkt gewoon perfect. Zoals je ziet, al deze gameplay wordt gewoon record met de PVR. En heel veel mensen die gaan sowieso op korte termijn toch geen PlayStation 4 kopen. Dus dan is een andere capture card nergens voor nodig. Maar voor mij is dat nou wel nodig, omdat natuurlijk PVR die werkt niet met de PlayStation 4. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik waarschijnlijk mijn PVR ga verkopen. Dus mocht jullie geïnteresseerd zijn, laat even een comment achter. Dan gaan we even kijken hoe we het doen met de prijs. Want er zullen waarschijnlijk genoeg mensen zijn die met YouTube wil beginnen. En nou zien jullie 1 om 3. Nou staan we dus met 3 rondes achter, omdat ik 2 keer op rij best snel dood ben gaan. En als ik nou gewoon zelf even try-out ga spelen, dan is het gewoon wop, flawless, jongen. We winnen 2 rondes en dan niet zo'n beetje ook. Hè. Ik own die mensen echt verschrikkelijk hard. Volgens mij had ik op dit moment al een headset op, dus jullie kunnen ze waarschijnlijk nou niet meer horen. Maar sowieso aan het einde van de match kunnen jullie in de leaderboard, of weet ik hoe je dat noemt, kun je die mensen terugzien en dan kun je zien welke kerel de Mongolies doen. Maar zoals ik net al zei over die PVR, als jullie geïnteresseerd zijn, kunnen jullie me altijd spreken. Dat is in ieder geval hetgene waar ik allemaal een gameplay mee record. Heel veel mensen die vragen me nog steeds van, hoe kun je nou jouw tv recorden als het ware? Want sommige mensen die net beginnen, die pakken een camera of een telefoon. Nou, ik zal je zo zeggen, als je zo gaat doen, dan kom je waarschijnlijk niet boven de 50 subs. Er zullen misschien best wel wat mensen zijn die je kent of weet je wel, gewoon die jou die medelijden hebben met je kanaal. Maar normaal gezien gaan mensen niet voor hun plezier naar gameplay kijken dan met een telefoon is opgenomen. En een HD-PVR is eigenlijk een van de meest gebruikte dingen samen met een Elgato op het moment. Dus dat zijn de beste dingen die je kunt kopen als jij gameplay wil recorden. Dus als jij echt van plan bent om serieus YouTube te gaan doen, dan zul je toch echt een capture card moeten kopen. En die dingen zijn niet goedkoop. Ik had mijn HD-PVR destijds voor volgens mij €200 gekocht. En ik heb hem al lang, Maar ik heb ook extra kaals bijgekocht en zo voor beter kwaliteit en shit. Welkom op 30. Maar ik weet dat ze tegenwoordig goedkoper zijn. Dus daarom gaan we even kijken hoeveel ik hem ga verkopen. Want
Ik kan natuurlijk geen 150 meer voor vragen natuurlijk, omdat het al ouder is. Maar hij werkt wel perfect. Maar ik ga er ook geen 10 euro voor vragen, want hij werkt gewoon perfect. En het is gewoon een perfect ding. Dus dat wou ik ook nog even gezegd hebben. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, dan zeg ik, hoor het wel. En verder rest over deze game, want ja, ik had niet heel veel te vertellen. Maar ik wou gewoon deze match laten zien. Gewoon een beetje voor mijn eigen eer, weet je wel. Die mensen zijn fucking slecht, die hebben grote bakkes. Ik own een hart. En dat is mooi, 20-3 jongens. 20-3 in een search and rescue. Dat is netjes. En de volgende ronde maak ik ook nog eens bijna 6 kills. Volgens mij heb ik ze in deze ronde ook bijna allemaal geowned. En jullie zien het volgens mij nog steeds. Ik weet niet of ze echt nog steeds kan horen. Volgens mij kan dat niet. Want ik zie nog steeds die microfoontjes. En nou zien jullie volgens mij mijn microfoontje ook. Nou ja, dan kun je niks horen. Helaas. Maar ik weet verder rest ook niet waar ik over moet lullen. Want deze gameplay, het ging gewoon om de gameplay. En die wou ik jullie gewoon laten zien. Dus trouwens, dit is mijn Search and Destroy killstreak loadout. En dat vind ik persoonlijk het fijnste om mee te spelen. Want ja, ik speel eigenlijk altijd met Assault. Ik vind support een beetje pussy. Dat is dus die UV, oftewel Satcom, Dog en dit ding. Hoe heet dit ding ook weer? Dit is een Trinity Rocket. Ik vind het persoonlijk een slecht ding. Hier heb ik een triple kill. Dat is voor het eerst in mijn hele leven dat ik een triple kill heb met dat ding. Want die maakt bij mij eigenlijk nooit kills. Ik vind hem heel irritant besturen. Want als jij hem, als hij afgeschoten wordt, dan gaat hij al een richting in. Dus dan kun je niet echt meer terug. Nou, als hij bijvoorbeeld al afgeschoten wordt, dan gaat hij een beetje naar links. Dan kun jij niet helemaal naar rechts doen. Dat werkt gewoon niet. En dat is gewoon fucking irritant. Dat is een beetje een kut ding. En die field order is complete volgens mij ook nog. Hou ik daar ook nog een chopper en alles. Dus het is een mooie match om te zien. En enorm grappig voor die haatjes. En persoonlijk, op mijn YouTube kanaal krijg ik eigenlijk niet echt veel haat. En ik weet niet waarom ik niet en sommige mensen wel. Maar waarschijnlijk ook omdat het me eigenlijk niet zo heel veel interesseert. Als mensen op mij haten, dan of ik blokkeer ze gewoon of ik laat ze gewoon praten wat ze willen. Want dat interesseert me niet zo heel gek veel. Dus ja, ik ben op zich over het algemeen met mijn YouTube kanaal wel redelijk tevreden. Maar al kreeg ik meer haat, dan interesseert het me eigenlijk nog niet heel gek veel. Nu, in ieder geval, nu is het 26-3. En het is 3-3 qua scoren. En de reden dat we verliezen is dat ik de volgende ronde gelijk in het begin dood ga. Volgens mij door een granaat of zo, ik weet niet. Gaan we even kijken. Deze gameplay is alweer even oud. Want ik ben hier level 25. Ik ben nu alweer bijna tweede prestige. Waarschijnlijk als deze video online staat, ben ik al geprestige. Maar volgens mij ga ik nou gelijk dood om genade. En mijn teammates, ik weet niet of het nog steeds is. Het is nog steeds 4-6. Dus die konden dat zelf niet fixen. Dus dat was op zich wel jammer. Als je bijvoorbeeld echt met een teammate speelt, wat ik heel vaak doe in Search and Rescue, dan kun je het aan een andere teammate overlaten. Want andere teammates die jij kent, bijvoorbeeld die goed zijn, die kunnen dat wel klutsen. Want deze mensen waren gewoon fucking slecht. Maar die random mensen, ja, we hadden maar 4 man. En ik keer het dood volgens mij. Nou, nog niet. Niet dood op die granaat. Ik wil wel zwaar gedamaged. Volgens mij komt hij dan nou gewoon om de hoek of zo. Ik weet niet hoe dat was. Volgens mij best een vieze dead. Ik weet het echt niet meer. Nou, niet. Nou, in ieder geval, in mijn rug. Kan ook. Ja, is ook een vieze dead. Maar ja, ik ga daar niet om huilen. Het is gewoon een goede kill. En het is leeg dat je ze doodgaat. Maar ik bedoel, als je echt gaat huilen omdat iemand gewoon objecten speelt, dan vind ik dat een beetje triest. En ik weet niet hoeveel teammates er nou nog over zijn. Nou is er alweer eentje meer dood. Je kunt dat ook nergens zien op dit beeld. Hè. Die teammate, dat is het andere. Die ligt dan met die stun in de map. Ja, dit is ook de reden waar we verliezen. We hebben zo'n teammate, die doet echt helemaal nul. Die ligt met een stun in het gras te wachten. Nou, dan weet je eigenlijk al genoeg natuurlijk. En zie hoe dat poppetje beweegt. Nou, hij is dood. Uiteindelijk hebben we verloren met 3-4. En ik heb waarschijnlijk 90%, nou wel meer, denk ik 99% van heel het team uitgemoord. En heel deze match eigenlijk gedaan. Mijn teammates deden helemaal niks. Het was 4-6, waar eigenlijk 3-6 was. Want mijn team is in het gras laag te kruipen. In ieder geval toch hoop dat jullie de gameplay leuk vonden. Het was gewoon een beetje om die mensen te kutten. Dus mocht jullie een van deze Mongolen kennen die bij de enemy zitten, ga ze eventjes een bericht sturen. En dat zou ik een heel grap vinden. En tot de volgende keer. Houden we.